gisteren, heel lang leven de liefde. Boy is fan van Miranda sinds hij haar op tv zag. En wil zo snel mogelijk weten of zij hem ook ziet zitten. Heb je chemie? Niet 100%. 99? Als het echt 200% yes is, dan is het bij de eerste 10 seconden. Maar Boy heeft 24 uur en die wil hij maximaal benutten. Ik zou het ook gewoon fijn vinden om met elkaar de nacht door te brengen. Mijn kleindochter kijkt ook. Ja, wat is dat nou? Ja, daar zitten we dan. Inderdaad, zitten. En niet meer dan dat. Want Toby is te verlegen om Savannah vragen te stellen. Kom op, weet je wel. Ja, sorry, ja. Trek je mond even open. Kom, doe je best. Want ik ben jou nu aan het veroveren in plaats van andersom. Dit is Lang Leven de Liefde. Wat maakt dat de wereld draait? Wat maakt dat de dagen van goud zijn? Wat schrijft ieder lied? De mooiste verhalen. Lang leven de liefde is vrij. Je zou denken dat Toby een stuk zekerder is nu hij de nacht met Savannah heeft doorgebracht. Helaas, toch niet. Zijn mond beweegt wel tijdens het ontbijt, maar er komt nog steeds niks uit. Zelfs iets. Ik zit te denken, weet ik. Buurman Boy had tegen zijn zin het hele bed voor zichzelf. Kan hij Miranda misschien alsnog verleiden aan de ontbijttafel? Nou, ik zou zeggen van smakelijk eten. Smakelijk. Gezellig ontbijt. Het leuke aan Savannah is dat ze niet snel opgeeft. Blijkbaar ziet ze toch iets in die stille kerel. Want ze blijft manieren verzinnen om Toby aan de praat te krijgen. Hoe zou jij jezelf omschrijven tussen de lakens? Fantastisch, nee, ik weet het niet. Kom op! Ja, hoe moet je jezelf... Je weet toch wel van jezelf hoe je bent tussen de lakens? Ja, gewoon normaal of zo, denk ik. Ben je normaal? Waar is normaal? Ja, ik weet niet wat normaal is voor jou. Ja, wat is normaal voor jou? Wat is normaal voor jou tussen de lakens? Kom op! Kom nou! Ja, dat kan je niet met goed of slecht beantwoorden, denk ik. En nu blijf stilstaan. Hè? Ja, blijf stilstaan. Ik word zenuwachtig. Van. Oh, je bent zenuwachtig. Ik vraag wel veel, omdat ik veel wil weten. Maar ik heb ook liever dat jij het jezelf vertelt of dat je al aan mij vragen stelt. Ja. En het is ook leuk om een keer te horen. Ik heb ook al complimenten gemaakt. Hè? Ja. En dat wil een man natuurlijk ook wel eens graag horen. Ja. En dat vind ik wel een gemis. Ja. En, ja, maar je hebt al zoveel verteld. Dan nee, heb maar, ik... ja, maar goed, het is ook zo dat ik veel vraag. Hè? Uh-huh. Maar goed, ik had van jouw kant ook wat meer verwacht aan de kant van vragen, complimentjes. Als de moment daar is dat ik het wel doe, doe ik het ook wel. Of ja, als okay. Ik het zie. Of, Ja. Maar goed, het is ook zo van, ik heb ook een eigen willetje. Hè? Iedereen heeft wat te willen. En ik weet wat ik wil en wat ik niet wil. Ik ben toch wel een zelfverzekerd type. Ik weet heus wel hoe ik eruit zie en wie ik ben. Ja. Want dat streelt mijn ego natuurlijk ook. Ja. Een minpunt voor mij weer dan, hè? Ja. Nou, ik begrijp jou wel, maar zo zit ik nu op het moment helemaal niet meer in elkaar. Nee. Zou jij een relatie met mij zien? Kom op. Tell me something. Is dat dan omdat je dan het moeilijk vindt om jezelf open te stellen? Om je helemaal bloot te geven? Ja, dat sowieso. Maar ben je daar dan nog niet klaar voor dan? Ja, ik hoop van wel. Ja, blijkbaar niet. Nee, ja. Maar ik hoop van wel. Ja, je hoopt van wel. Maar... Ik zou er heel graag klaar voor willen zijn. Maar... Klopt. Het is iets waar je achter moet komen door het te ondervinden, denk ik. Nee, maar dat is wel zonde als je... Ja, gewoon, je bent gewoon een leuke jongen. Je ziet er verschrikkelijk uit. Je bent super lief, super aardig. Dat is gewoon jammer dat je dan niet durft open te stellen. Ja.
Je hebt open en te open. Boy heeft Miranda 24 uur lang blootgesteld aan zo'n beetje iedere gedachte die bij hem naar boven kwam. En daar gaat Miranda tot nu toe heel slecht op. Ze moet alleen wel de kans krijgen om dat gevoel uit te kunnen spreken. Zo, Miranda. Nou, de 24 uur zit erop, hè? We hebben heel veel met elkaar gepraat. Maar ik ben tot de conclusie gekomen dat er het gevoel voor mij niet in zit. Maar ik wil toch nog wel even complimenten geven hoe je het allemaal hebt aangepakt en dat je het lef hebt gehad om op mij te reageren. Dat vind ik echt super van jou. Dank je wel. Ja, dus ik ga niet verlengen. Maar ja. Ja, dus ik had wel willen verlengen, ben ik eerlijk in. Ik heb op jou gereageerd. Ik had de tijd willen volmaken. Ik heb wel een aantal dingen gemist. Dat is dat je inderdaad niet knoppenteus bent. Ja. Dat je niet veel vraagt aan mij. En ik voel het toch een beetje als dat je me de kans ontnomen hebt om nog meer van mij te laten zien. En, want we zitten hier niet voor niks. Je hebt eigenlijk gisteravond al die deur heb je voor mij dichtgegooid. En, sorry. Dus, en dat ervaar ik toch wel als iets minder. En ik had die verlenging wel willen aangaan en toch die 4 dagen. Dus dat is een jammer iets. Maar ja, goed, ik geef je wel die dingetjes mee van misschien dat je daar iets mee kan. Ja. En, ik zal er zeker over nadenken. Ja, zeker. En nou ja, goed, dan laten we het hierbij en dan gaan we onze koffers pakken. En ik neem dan mijn handel wel mee. En, we gaan onze spullen pakken, ja. Kom. Heel veel geluk, gezondheid en maak je lol in je leven. Nou, wie weet komen we elkaar nog een keer tegen. Oké, okay. Doei doei. Groetjes. Ik zal je de deur even openhouden. Oh, dat is lief van je. En dankjewel voor alle leuke en lieve. Graag gedaan. Doei doei. Doei doei. Miranda heeft een leuke date gehad en dat is voor nu genoeg. Ze staat nog altijd open voor de liefde, maar dit avontuur is voorbij. Bij Boy ligt het net even anders. Hij heeft laten zien dat hij alles over heeft voor een vrouw en hoopt toch dat er nu iemand kijkt die net als hij dol is op het stellen van vragen en het geven van complimentjes. Ben jij dat? Geef je dan nu op. En dan Toby. Zijn onzekerheid is in strijd met zijn verlangen om die mooie savanna te versieren. Maar op de valreep van de 24 uur komt er eindelijk een vraag over zijn lippen. Wat vind je van mij dan? Sorry, maar ik ga toch even mijn jas pakken, hoor. Je hebt kuip? Ja, ja. Oh. Ja. Nee, ik vind je wel gewoon leuk, spontaan. Ik kan echt met je lachen. Dat sowieso. Maar ja, qua romantisch vlak is van mij nu nog niet. Deze opvallende verschijning heet Catharina. Ze is 42, komt uit Zaandam en heeft een behoorlijke staat van dienst als het om de liefde gaat. De afgelopen jaren zat ik altijd wel in een relatie met een man of in een affaire. Maar als ik nu terugkijk, waren dat nooit echt gelijkwaardige liefdesrelaties. Oké. Ik denk dat ik het dan leuker zou vinden om iemand tegen te komen waar ik een soort zielsherkenning of zielsconnectie mee heb. Dat je echt samen kan gaan diep ziel duiken en kan gaan ontdekken. Voor mij is het wel heel belangrijk, denk ik, dat een man heel open-minded is en heel erg zichzelf durft te zijn. Dus heel vrij is in doen en laten. Wel een beetje alternatief type. Iemand die het leven ook niet zo serieus neemt. Een van mijn levensmotto's is: neem het leven niet serieus, je overleeft toch niet. Dus mijn baardje vind ik ook wel leuk. Ik hoef niet zo'n heel glad geschoren, alles piekfijn, daar ben ik dan ook niet zo van. Beetje wild, beetje harig, ja, daar kun je Colin wel in herkennen. Hij is 52 en werkt als archiefmedewerker bij een universiteit. Kinderen heeft hij niet, ervaring met de liefde wel. Maar daarnaast heeft hij ook andere passies. Ik speel gitaar, dus heb ik ook wel piano geleerd. Eigenlijk heb ik gewoon in de loop der jaren alles gedaan met muziek wat ik kon. Ik geef ook nog bodyshape les. En ik heb ook nog een stepsopleiding gedaan. Ik zou het leuk vinden als het ook sportief is. Als je allebei sport, hoef je niet hetzelfde te doen, maar je begrijpt elkaar passie dan. Hetzelfde met muziek. Je hoeft niet allemaal van dezelfde muziek te houden. Maar als jij van muziek houdt en de ander houdt van muziek, dan snap je dat van elkaar, lijkt me dan. Oh, ik ben zo zenuwachtig. Jezus, oh man. Ik hou van lang haar. Mooi donker haar. Ik hou van naturel. Gewoon easy going, relaxed.
Omdat je dus zo 's avonds wel eens op de bank hangt zo, en dan dat je zo je hoofd op elkaar kan leggen. Dat lijkt me gewoon weer leuk om dat te doen. Ja? Hallo, hallo, hallo. Wat leuk. Ja, gewoon knuffel doen? En dan maar. Super mogelijk, hè? Oh, hoe heet je? Ik ben Colin. Kat. Aangenaam. Ik ben heel zenuwachtig. Ja? Jij? Valt reuze mee. Ik heb een vriendin van mij gevraagd. En die zei van, ga naar de beste chocolatier van Nijmegen. Oh, ja, natuurlijk. Bonbons. Dank je wel. En een hartje, dat is wel leuk. Ik had een idee, ik weet niet of jij dat leuk vindt. Maar omdat ik de laatste jaren een beetje in shamanisme aan het verdiepen ben. En het heel fijn vind om te drummen. Dacht ik misschien dat we eerst even gaan drummen. Ik heb er twee mee. Dan kunnen we een beetje gewoon in je eigen ritme. En daarna kijken of we elkaars ritme kunnen vinden. We gaan gewoon doen. Ja? Dan neem ik deze en jij die. Hoe heet je ook alweer? Colin. Oh, Colin. Colin. Met een C schrijf je dat. Oké. Okay. En twee L'en. En twee L'en. Om een of andere reden. Ah, kijk, dat is dus de truc. Als je trommelt, maakt de stilte niet uit. Had Toby dat 24 uur geleden geweten, dan was hij al drummend aan deze date begonnen. Nu moet hij maar afwachten of Savannah nog verder wil of er toch definitief een klap op geeft. Nou, we hebben de 24 uur overleefd, zeker, hè? Zeker. Ik heb mij helemaal opengesteld. Ik heb alles op tafel gelegd, letterlijk alles. En qua uiterlijk ben je mijn type helemaal niet, maar ik probeer het wel. Ja. Snap je? En dat is wat ik soms dan wel gewoon jammer vond. Dat je niet uit jezelf kwam met ideeën of zo, weet je wel. Ik was de hele tijd iemand die het voortouw neemt. Yeah. En ik heb iemand nodig, ik heb gewoon een echte vent nodig die zegt van dit gaan we doen, dit gaan we doen. Yeah. Dat spontaan en zo, dat... Ja, ik voel die klik gewoon niet. Mm-hmm. Ik heb gewoon een beetje moeite met contact leggen. Ja. Dat is gewoon het probleem. Waarom doe je dan hier aan mee? Als je het al heel moeilijk hebt, snap je? Ja, dat is juist de reden... te daten, ja. Ja, maar dat is juist de reden dat ik meedeed. Mm-hmm. Ik heb besloten om naar huis te gaan. Yeah. Was gezellig. Zeker. Ik heb al gelachen, zo is het alweer. Ja, dat sowieso. Jij ook, hoop ik. Nou, doei. Oké, als jij een fan bent die een positieve, lieve vrouw zoekt, dan moet je geen seconde aarzelen en je direct aanmelden voor een date met Savannah. Want zij verdient het. Dat geldt natuurlijk ook voor Toby, want vergeet niet hè, dit was pas zijn allereerste date. De tweede keer heeft hij vast veel meer te vertellen. Dus geef je snel op. Dat trommelen was tof, maar Catharina wil ook weten hoe Colin in het leven staat. Of nou ja, leven. Ben jij gelovig? Ja, geloof je dat er meer is na de dood? Of ben je Ik geloof niet dat er iets is na de dood. En, Wat denk jij dan dat er gebeurt als je doodgaat? Daar ben ik dan wel naar benieuwd. Ik denk dat het precies hetzelfde is als wat er voor mijn geboorte was. Ja, wat was dat dan? Nou, ik heb er niks van gemerkt. Ja, maar jij denkt dus dat je, hoe zeg je dat, tot stof wederkeert of zo? Of hoe moet ik dat zeggen? Of gewoon... Ja. Ben jij een relatieman of meer... Ik ben echt een relatieman. Ja? Ja. Heb je verleidingen die je moeilijk vindt te weerstaan? Heb je een dingetje? Sommige mensen zeggen dat ik sportverslaafd ben. Oh, nou dat is nou... Ja, echt? Ja. Wat doe je dan voor sport? Meestal doe ik Zumba. Nee, echt? Wat is dat ook weer? Dansen, toch? Ja. Oh, meen je niet? Ja. Oh, echt in zo'n klasje? Fitness-based programma gebaseerd op Latijns-Amerikaanse ritmes. Oh ja, dan ben je een beetje ritmisch dan? Sterker nog, ik ben zelfs instructeur. Oh, echt? Ja? Want zo heel... Ja. Als je me tegen me zegt, doe 100 sit-ups, doe ik het wel, hoor. Ja. Mark is timmerman en heeft het met zijn 24 jaar al behoorlijk strak geregeld. Het werk gaat lekker, zijn sociale leven is top en hij heeft een eigen huis. Maar nog geen partner, die kan hij zelf tot op heden niet vinden. Mensen zeggen altijd tegen mij van Mark, je bent iemand die alles gewoon goed voor elkaar hebt. Je eigen huis, je vaste baan, gewoon je toekomst. Maar ik merk nu wel aan mezelf, als je je eigen huisje hebt, dat je dan een goede baan hebt, dat je dan op een gegeven moment dat stukje wel een beetje mist. Dat is wel een mooie vrouw. Die
modder breed, maar gewoon gezet mag wel. Of gewoon slank, dat vind ik prima. Maar het hoeft geen modepoppie te zijn of Duitse Kroes of opgespoten lippen. En gewoon normaal. Ilse komt net als Duits uit Friesland, is 22 en studeert dierenmanagement. Een vlotte vent waar ze een feestje en een mooi leven mee kan opbouwen. Dat is in het kort waar ze wel aan toe is. Maar met corona, in de winter, met kerst, wil je toch wel iemand om je heen hebben. En mijn ouders die zitten altijd grapjes te maken van ja, wanneer raken we je nou eens een keer kwijt? We moeten goede tegenkomen en die ben ik gewoon nog niet tegengekomen. Of ik ben er omheen gelopen of zo, dat zou ook wat voor me zijn. Van die mooi boy typetjes, nou, dat hoeft voor mij allemaal niet. Uiterlijk vind ik zeker tot op zekere hoogte belangrijk. Ik zeg altijd, persoonlijkheid kun je niet neuken. En dat is ook gewoon zo. Het moet er wel een beetje uitzien, maar het hoeft ook geen model of wat dan ook te zijn. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Ilse. Mark. Aangenaam. Hoe is ie? Goed met jou? Ja, zeker. Ik heb nog een kleinigheidje voor je. Wat lekkers. Altijd goed. Altijd goed, hè? Altijd goed. Oh, en rozen. Wat romantisch. Alsjeblieft. Hè. Dankjewel. En wat is je eerste indruk? Ja, positief. Oprecht positief. Ja? Ja. Je hebt tenminste een beetje een bekje. Dat is wel fijn. Ja, mag je best weten. Je hebt een leuk koppie. Ja. Wat lief. Ja, je ziet er mooi uit. Rozen. Dankjewel. Ja. Oh, dat kan wel. Anders ga ik nog blozen. Daar liggen ze al. De banden bij. Dus we gaan straks een paar bandjes gooien. We? Ja, we. Want banden flippen is de favoriete bezigheid van Mark. Niet de meest sexy hobby, al zou hij het heerlijk vinden om samen met een leuke vrouw te flippen. En dit is je hobby? Je gaat hier achtertuin staan, bandjes omgooien? Maar is dit gewoon een manier voor jou om even te flexen? Van kijk wat ik... Ja, maar dit is voor mezelf. Kijk hoe fantastisch ik ben. Ik ben Mark en ik ben de beste. Kom op. Hey. Hey. Gast. Hè? Ik kwam hier voor een leuke tijd. Wat? Kijk. Ben je nu ook heel trots op mij en ben je nu verliefd? Ja. Hey. Dat is echt top. Maar even warming up. Katharina vindt het lastig om te geloven dat Colin de koning van de Zumba is. En wie niet geloven wil, moet voelen. Let op. Andere kant. Tik. Wat is er? Die hebben mooi. Ah, dankjewel. Nee, dat oké. Okay. Ik geef pooi niet aan. Oké. Hey, als ik je zoen op de mond heb, doe ik het heel anders. Niet alleen een lekker Zumba-lesje op zijn repertoire, hij kan ook helemaal losgaan op gitaar en piano. Iets wat Katharina duidelijk wel kan waarderen. Wake from your sleep, drying your tears. Ik denk als jij zangles gaat nemen, dat je best wel aan het eind komt, hoor. Ja, dank je. Ik ben een keer naar een concert van Ennio Morricone geweest. Ken je die? Trouw met mij. Ja? Trouw met mij. Jij kent hem ook. Ik ben zo vet. Wat is jouw beeld van mij? Hoe zie je mij nou? Hoe zie ik jou? Hoe zie je me nou op dit moment? Ja, ik vind je gewoon een gezellige kerel. Ik vind het gewoon leuk. Ja. Maar ja, op wat voor gebied? Gewoon van, hé, leuk kerel in de kroeg? Of is het ook al een beetje die status van, nou, het is wel gezellig? We zien het allemaal. Ja, ik heb zo'n type nog nooit gehad. Hé, zou ik je zo zeggen dat ik nog nooit een type heb gehad die nog meer uitknalt dan mij? Ja. Ik ben er maar aan. Ja. Ben je net met je moeder aan het appen? Nee. Nee, mijn huisgenoot. Nou, mijn nieuwe huisgenoot. Nee, mijn beste vriendin die verhuist vandaag. Ja? Dus die is me ondertussen even aan het updaten, zeg maar, wat ze aan het schilderen zijn en ook zulke dingetjes. Heb jij ook geüpdate over ons? Nee, nog niet. Slecht. Wat voor types val jij op? Heb jij een type? Ik had altijd zoiets zo van...
ik vind zwart haar mooi en rood haar. En om een of andere reden vind ik blond heel veel. Dus ik ben hier altijd rood geweest, maar omdat ik grijs werd, ben ik naar blond gegaan. Ja? Ja. Snap jij de match? Ik denk de muziek en dat was toch al wel een beetje apart. Ja, allebei wat aparte types. Wat voor mij het grote verschil is, mm-hmm. die ik misschien wel lastig zou, of ja, wat ik misschien toch wel zoek, is het verschil in dat jij atheïst bent en ik niet. Ik ben. Jij bent heel erg hier op aarde, dus mm-hmm. dat is het voor jou. En ik ben juist heel erg van die andere dimensies aan het ontdekken. Mm-hmm. Dus dat is voor mij wel een heel groot een verschil. Voor mij is het niet onoverkomelijk. Ja. Oh ja, oké, je gaat ervoor. Eet smakelijk, hè? Meneer die al lang begonnen is. Heb je twijfels? Nee. Om te verlengen? Oh. Ja, want dan moet je morgen beslissen. Ja. Nou, eet smakelijk! Andere dimensies verkennen. Catharine zoekt eigenlijk een partner waar ze dat mee kan doen. Terwijl Colin gewoon met beide benen op de grond van deze dimensie staat. Wat mij stuurt in het leven is toch elke keer dat vertrouwen in dat licht, in die eenheid waar ik vandaan kom. Daardoor kan ik voor mijn gevoel elke situatie aan. Maar wat is dat dan bij jou? Wat helpt jou het leven door? Als je bijvoorbeeld, weet niet, wat is jouw houvast? Of heb je die überhaupt? Ik heb nooit zo'n behoefte aan dit dingen van. Is er iets goddelijks of dingen? Want het universum is zo groot en wijd. En dat vind ik eigenlijk al fascinerend. Ja. En hoe ervaar je liefde dan? Wat is dat dan voor jou? Liefde is als het echt is, is het iets moois. En liefde voor jezelf? Mijn lichaam dank ik echt heel vaak en die knuffel ik ook. Dat is heel raar misschien, maar daar kan ik echt blij mee. Daar, alles werkt, alles doet het. Het is zo'n groot universum waar zoveel kan en zoveel mogelijk is. Zoveel manieren. En uiteindelijk zijn we allemaal gemaakt van sterrenstof. Morgen houdt Ilse de verliefde Mark aan het lijntje. Ik voel wel een aantrekkingskracht, mag je best weten. Denk je dat wij ons voor het hele leven gelukkig maken? Weet ik niet. Ja, dat kan ook groeien, hè? Gaan we meemaken. Tot morgen.